Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek en onderwijskundig leiderschap. Nou, mocht je nou voor het eerst luisteren, hartelijk welkom. Vergeet je niet te abonneren via de podcast-app of YouTube, want ja, je kunt ook kijken en dan mis je niks. Vandaag in de studio, daar ben ik heel blij mee, Peter Langerak. Hoi Peter. Hi. We gaan een mooi gesprek voeren. Je bent onderwijspedagoog bij het Nederlands Mathematisch Instituut. Je begeleidt scholen in het gebruik van de methode foutloos rekenen. Je ontwikkelt die methode ook door, zodat het een volledige basisschoolmethode is en wordt. En je doet promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik ook gestudeerd, dus dat hebben we al gemeen met elkaar. Ja. Jij bent van origine onderwijspedagoog, dat heb je ook gestudeerd. Bedrijfskunde ook gedaan. Ja. En je hebt de lerarenopleiding ook afgerond. Ja, 3 diploma's. Ja, ongelooflijk. Ja. Dus wat dat betreft heb je veel om te gebruiken. Ja. En om uit te putten. En we gaan het hebben over de hoofdvraag. Wat is er nou in Nederland aan de hand met ons rekenonderwijs? En dan gaan we eigenlijk wat verder kijken dan onze neus lang is. Want je zou kunnen zeggen, rekenen gaat over wat je in het nieuws nu ziet. Kinderen kunnen minder goed hoofdrekenen. Kinderen zijn minder goed in rekenen. Maken ons zorgen om. Maar jij benadert dat ook wel wat diepgaander en wat analytischer. En je kijkt ook al wat langer terug, onder andere. Dus ik kijk er echt naar uit om het daarover te gaan hebben. Leuk. Ja. Hoe zouden we dat nou moeten beginnen, die vraag? Moeten we dan helemaal terug naar de jaren 50, 60? Of hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat kan. Je kan in de jaren 60 starten. Toen waren er in heel veel landen, westerse landen, wilden ze het rekenonderwijs vernieuwen. Ja. En waarom was dat dan? Nou ja, de echte aanleiding, of de aanleiding die je daarin leest, is dat de Russen de Sputnik, de Sovjet-Unie de Sputnik de lucht in deden. En de westerse landen zoiets hadden van, maar de techniek en de wetenschap daar gaat sneller. Dus wij moeten daar iets aan doen, aan wetenschapsonderwijs. En daar is wiskunde een belangrijke bron voor. Dus daar moeten we snelheid in maken om beter te worden in rekenen en wiskunde. Bang voor de Russen en dus op naar beter wiskundig onderwijs. Ja. Okay. Dat is een aanleiding die vaak wordt genoemd. In die tijd ontstonden er ook wel meer internationale conferenties. Dat mensen uit verschillende landen, wiskundigen en didactici, leraren, opleiders, wiskundedocenten elkaar ontmoeten. Om zaken uit te wisselen. Ja. Dat ontstond in veel westerse landen wel een vernieuwing, een verbetering van wiskundeonderwijs. Ja. En dan in het voortgezet onderwijs, maar ook op basisscholen, lagere scholen destijds. Ja. Dat startte en dat startte in Nederland ook. Op zich niks mis mee, zou je denken. Verbetering en precies. Vernieuwing. Ja. Hoe kreeg dat dan uitvoering? Wat zijn we toen gaan doen in Nederland? In Nederland kwam er een speciaal instituut voor in de jaren 70. Okay. Instituut voor de ontwikkeling van wiskundeonderwijs. Okay. Aan de Universiteit Utrecht. Later is daar een ander instituut uit voortgekomen. En nu heet dat het Freudenthal Instituut. Ja. Maar dat was eerst een instituut. We gaan in Nederland het wiskundeonderwijs verbeteren. Ja, ja. En specifiek voor basisscholen, voor lagere scholen. Nu zeg ik het weer. Lagere scholen, destijds wat laag. Als iemand het tegenwoordig zegt, daar staat een lagere school, dan moet ik altijd zeggen, nee, dat is een basisschool. Corrigeren, Dan ben je toch nog steeds een leraar. Voor het lager onderwijs ontstond, er werd toen wiskunde op de basisschool. Zo werd het project wel genoemd. Okay. WiscoBas werd dat afgerond. WiscoBas. Okay. WiscoBas. Wiskunde op de basisschool. En dat ontstond vanaf 1971, begon dat een groot project te worden. Ja. Met een 10-jarenplan was daarvoor uitgetrokken. Werd daarin besloten in die groep. We gaan niet naar het buitenland kijken, we gaan iets zelf doen. We gaan een eigen rekendidactiek manier van rekenen ontwikkelen die echt Nederlands is. We kijken niet naar het buitenland, dat gaan we zelf doen. Oh. Ja. En waarom zou je niet naar het buitenland dan kijken? Een soort ego-idee en ook misschien wel trots. Wij kunnen dat gewoon goed. Ja, een Hollandse volksaard misschien. Oh. We doen het zelf eigenwijs. Achter de dijken, eigenwijs. Ja. Van dat doen we zelf. Ja. Maar dat besluit is toen wel genomen. Ja, en dat is tot de dag van vandaag nog wel heel sterk. Dat er buitenlandse invloeden nou zo'n plek krijgen in het Nederlands rekenonderwijs. Ja. Begin jaren 70 waren er wel een aantal methodes, want uitgeverijen vonden het wat langzaam gaan, dat WiscoBas-project. Mm-hmm. Dus die gingen wel naar Zweden, Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten. Waardoor er in die tijd 5 methodes op de markt kwamen voor lagere scholen, gebaseerd op die methodes. Maar het WiscoBas-project ging scholen adviseren, ga die niet kopen. Want die zijn niet gebaseerd op de visie die wij aan het ontwikkelen zijn voor het rekenonderwijs. Waardoor die binnen een aantal jaren van de markt zijn gehaald. Dus die hebben het nooit gered? Nee, die zijn allemaal van de markt gehaald. En de ontwikkeling, de ontwikkeling van het WiscoBas-project, wat later realistisch rekenonderwijs is genoemd, dat is echt een Nederlandse
ja, manier van rekenonderwijs, wat ja. in Nederland is ontstaan. En heel, ja, heel sterk is geworden. Dat project duurde 10 jaar. Ja. Daarna kwam er een nationaal programma voor rekenwiskundeonderwijs, dat op die principes gebaseerd was. Met een belangrijke rol voor de lerarenopleidingen, de PABO's. Eerst de PA's, toen later de PABO's. Waar studenten worden opgeleid tot leerkrachtbasisonderwijs. Ja. En in dat project werd heel veel lesmateriaal, voorbeeldmateriaal ontwikkeld. Wat ook besproken werd. En aan de orde kwam op de PABO. Er kwamen PABO-boeken voor didactiek, voor rekenwiskunde. Ja, ja. En de uitgeverijen gingen, nou, die hadden er wel van geleerd waarschijnlijk, met dat materiaal aan de slag om nieuwe rekenmethodes te maken in Nederland. Maar wel gebaseerd op die Nederlandse visie. Ja, en dat is die visie, je noemde het al even, dat is de visie van realistisch rekenen. Ja, dat was ja, later realistisch ja, rekenen. Ja, later is dat realistisch rekenen als ja. naam heeft dat ja. gekregen. Ja. En voor de luisteraar die nu denkt, goh, ik weet al ongeveer wat het betekent. Hoe zou je dat omschrijven? Het heeft al iets in de woorden zelf, hè, realistisch. Je leert rekenen aan de hand van... Ja, het startpunt is de realiteit. Ja. Dus de werkelijkheid die kinderen meemaken of zich voor kunnen stellen. Dus het kan maar ook een verhaal zijn, wat ze zich kunnen voorstellen. Ja. Wat ze vervolgens moeten mathematiseren. Dat is een Nederlands werkwoord. Het staat ook in de Vandalen. Ik heb het nog opgezocht. Zou dat echt een werkwoord zijn? Is een werkwoord. Is een werkwoord. Is dat je, een fenomeen, een werkelijkheid, wiskundig gaat maken. Dat je er sommetjes van gaat maken. Dat je er met wiskundetaal over gaat nadenken. Ja, 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 ja. Mathematiseren. Dus je kijkt naar een bus. Je ziet kinderen in de bus. En dat je dan kan denken. Bij mathematiseren zou je kunnen zeggen. Er zitten 30 kinderen in de bus. Ja. En dan gaan er 10 uit. Ja. Ja, op die manier. Dat is het startpunt is de realiteit. Ja. Of iets wat je reëel kan voorstellen. Ja. Wat je wiskundig gaat maken, wat je gaat mathematiseren. Ja. Het uitgangspunt is van wiskunde is een menselijke activiteit. Dus elk mens ontwikkelt dat zelf. En de rol van de leerkracht is dat hij dat proces, hij of zij dat proces moet begeleiden. Mm. En dat is wordt daar in die visie genoemd het begeleid heruitvinden van de wiskunde. Het begeleid heruitvinden van de... Het zit al in de mens. En we moeten het eigenlijk eruit krijgen doordat hij, als het ware, naar zijn omgeving kijkt en naar wiskunde ja, van leert maken. Ja, de mens of het kind, de het leerlingen, kind. Die zitten in de omgeving. En wij gaan dat begeleiden door vragen te stellen, oh. door opdrachten te geven, om dat gezamenlijk te mathematiseren ja. en daar stappen in te maken. Het is dus niet een docent die voor de klas staat, wat nee. veel meer in de jaren 60 was. Het is in de jaren 70 ook ontstaan. Dus dat was ook de tijd van emancipatie, democratisering. We doen het met z'n allen en ja. iedereen moet inspraak hebben. En ook vernieuwing, hè? Anders. Zeker. Ja, ook vernieuwing in die zin. Maar ook niet in de jaren 70. Als je daar filmpjes van ziet, die vind ik vaak prachtige foto's. Dan zie je, die worden dan ook kleur, de klassenfoto's. En dan heeft de leerkracht in de jaren 70, de onderwijzer, die heeft geen pak meer aan. Maar soms een pak, maar dan is het een spijkerpak. En soms nog een sigaret in zijn hand. Ja. Het wordt allemaal veel vrijer. Ja. Democratisering, dat is wel de tijd waar het is in ontstaan. Maar de rol van de leerkracht is dus niet instructie geven. Niet onderwijzen wat rekenen is, wat de wiskunde is. Maar leerlingen daarin begeleiden. Begeleiden, coachen. Ik vind ja. het ook een heel ander, als je even dan heel ver terugspoelt naar... Misschien wiskunde in de tijd van Plato of in de tijd van de Griekse oudheid. Daar ging het over het overdragen van kennis. Hè? Dus uit je eigen wereld komen en de wereld cijfers introduceren. Ja. Getallen ja. introduceren. Ja. En eigenlijk aan de hand daarvan leren rekenen. Ja. Dat is natuurlijk iets heel dat is een ander startpunt, zou je kunnen zeggen. Dat is een ander startpunt. Ja. En dit startpunt in Nederland, wat in de jaren 70 is gestart en zich heeft doorontwikkeld, is die Nederlandse ja, ja. manier. Die heel sterk is. Ik heb daar zelf trouwens als leerling ook, ben ik een keer onderwerp van een experiment geweest. Oh. Ik zat toen op de lagere school in de tweede klas. Ja. En de juf, die gaf aan van, er komt morgen een andere juf voor een rekenles. En toen hadden wij, in tweetallen, had die nieuwe juf, die had potten op tafel gezet met kapucijnes. En wij moesten schatten, dus dat is eind jaren 70, schatten ja. hoeveel kapucijnes erin zaten. Ja. En dat is een belangrijk onderdeel van schattend rekenen, wat op zich een hele belangrijke vaardigheid is. Om, als je iets gaat uitrekenen, dat je al weet van, nou, het zal ongeveer daarop uitkomen. Ja, je gaat ja. uitrekenen, hey, klopt dat wel? Ja. Dus dat is een belangrijke vaardigheid, maar dat werd een heel belangrijke rekenvaardigheid dat je moest leren schatten. Oh, ja. Dat heb ik zelf, als experiment zat ik daar in de klas. Mijn probleem was dat ik niet wist wat kapucijnes waren. Nee, dat zijn toch echte? Dus mijn werkgeheugen was overbelast. Ik dacht van, dat zijn toch echte? Wat zijn ook kapucijnes? Ja, die hebben toch gegeten? Dus, ja. Ja, je krijgt allerlei dingen erbij eigenlijk. Ja, had je het antwoord een beetje goed of werd het helemaal niks?
Dat weet ik niet meer. Het was een worsteling. Ja, maar het woord worstelen, uitlokken, uitdagen tot, zeg maar, dat zijn wel didactische termen die bij het Nederlands rekenonderwijs passen. Ja, in je zone van naast ontwikkeling geduwd worden. Ja, en dan zelf, en dan op je eigen niveau komen tot mathematisering, niveauverhoging. Dat is ook van hoe kom je van het idee wat je zelf hebt als leerling, hoe wordt dat een beter idee? Hoe wordt dat een verkort idee? Hoe wordt dat een rekensom? Dat moet de leerkracht begeleiden. Ja, ik merk ook als je er een beetje filosofisch naar kijkt, misschien even dat je incrementeel, hè, dus je hebt het al, je gaat het groter maken naar ten opzichte van een lat neerleggen en daar eigenlijk naartoe werken. Ja. En daar eigenlijk systematisch naartoe werken. Ja. Dat is heel anders natuurlijk. Dat is heel anders, ja. Misschien even een tussenvraag. In die tijd zei je net even, die andere landen hadden andere perspectieven, die waren op een andere. Weet je, heb je dat zo paraat? Wat voor visie ontstond daar dan? Wat voor methode stond daar? Ja, ook wel ontdekkend leren. Okay. Dus dat werd wel de experimenteel rekenonderwijs. Ja. Dus op basis van een zelfontdekkende, een structuralistische manier. Dat de structuur van de wiskunde als uitgangspunt wordt genomen. Wat mijn collega's bij het Nederlands Mathematisch Instituut heel erg aanspreekt als wiskundige. Dus wiskunde heeft een structuur en die kan je stap voor stap uitleggen. Ja. Waardoor er veel inzicht en begrip ontstaat, omdat je dat stap voor stap doet. Dus er waren wel andere visies. Maar niet zo'n sterke visie, zeg maar, zoals er in Nederland is ontwikkeld. Die visie zie je ook, aspecten zie je wel terug in het buitenland. Ja. Maar niet dat er een ander land is van, maar dat is ook volledig realistisch rekenen. Of dat is ook helemaal de rekenboeken, de schoolmethodes, die zijn realistisch rekenen. Dat zie je niet terug. Nee. De andere landen hebben andere keuzes gemaakt. Hebben andere keuzes gemaakt. Ja, wat mij wel opvalt, als ik informeel praat over rekenonderwijs, bijvoorbeeld met mijn vader, is echt een beta-man. Ja. Dat hij zegt, als je kijkt naar Zuid-Korea, hij heeft veel in Singapore gewerkt, daar is het onderwijs heel anders. Er wordt op een hele andere manier naar rekenen gekeken. Waarom doen we dat niet? En dan zeggen onderwijsmensen vaak, hele andere cultuur. Ja, dus dat is... Tuurlijk. En dan ben je een beetje eind van het gesprek. Van inderdaad. Nou, dat is de start van het gesprek. Maar zelf kijk ik heel veel naar Engeland. Engels onderwijs. De aanleiding daarvoor is van, omdat ik ook voor mijn onderzoek en me verdiep in foutloos rekenen. Wat doen die foutloos rekenen docenten nu? Ja. Het is een particuliere cursus. En ze geven dat ook op scholen. En dat, met name dat tweede, begeleid ik. Wat doen ze nu? Want vanuit de wiskunde, daar krijg ik steeds meer grip op. Soms leer ik daar ook nog wel dingen in, van de wiskundigen. Maar welke didactiek doen ze nu? Ja. Dat is wel heel duidelijk, directe instructie. Expliciete directe instructie, maar dan niet in één les, maar wat meerdere lessen. Controle een hele van lijn, begrip. Zeg maar. Ja. Controle van begrip hoeft niet in de eerste les, maar wel de lessen daarna. Ja. En ze gaan pas verder als kinderen beheersen. En ik wist uit mijn eigen studieboeken nog, dat is toch mastery learning. Dus ik begon me daarin te verdiepen van, wat was dat ook alweer? En ik vond daar heel veel recente literatuur over. Veel onderzoek, heel veel Engels, vooral in Engeland. En toen ging ik verder lezen en toen zag ik, de onderwijsinspectie in Engeland geeft aan mastery learning. Ministerie voor Onderwijs, zoals het daar heet, adviseert het. Er is een speciaal instituut voor opgericht. We gaan rekenen en wiskundeonderwijs doen, op basisscholen en voortgezet onderwijs, op basis van mastery learning. Dus ik ging er helemaal induiken, juist ook om de principes van foutloos rekenen ook door te kunnen ontwikkelen in mastery learning. Maar toen dacht ik wel van, wat zijn eigenlijk de rekenresultaten in Engeland? Ja. Dat was het tweede. En toen zag ik ook dat die van de bodem heel erg omhoog zijn gegaan. Ja. En elk jaar ook stijgen. En wat voor periode praten we dan in Engeland? Heb je dat zo paraat? De eerste periode is 1995, maar die meting klopt niet. Want ik heb de hoogleraar die metingen goed kent gevraagd van, ik ben bijna van mijn stoel gevallen van jullie resultaten van de bodem tot een enorme scherpe lijn omhoog. En elke meting hoger en weer hoger. Hoe kan dat? Toen zei de eerste meting, eigenlijk de tweede meting moet je ook niet meekijken. Dus zo impressive is het niet. Maar goed, alle jaren daarna is het nog steeds hoger hoger. Dus ik had hem teruggeschreven. Nou, als Nederlander blijf ik heel erg onder de indruk van die prestaties. Ja. Ja. Mooi. En je zei even in het begin over, toen je het had over dat mastery learning, iets heel wezenlijks. Van, je gaat pas verder als de kinderen leerlingen het beheersen. Ja. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt wat ik wel veel zie in lesbezoeken. Dat er wel goed les wordt gegeven. Iedereen wordt een les voorbereid, er wordt les gegeven. Maar op een gegeven moment is de tijd om. En gaan we toch met al onze goede intenties verder. En de dag erna gaan we weer naar het volgende onderwerp, wat weer iets stapelt op wat er de vorige dag is. Als het goed is, soms is dat helemaal niet zo. Soms is het helemaal niet zo. Nee. En dan creëer je natuurlijk wel echt problemen helemaal als het gaat over rekenen. Ja. Lezen eigenlijk in idem dito, begrijp het lezen of technisch lezen. Ja, als je de Nederlandse rekenmethoden ziet, die hebben
heel veel weekdoelen. Ja. In de meeste methodes is dat, heb je op maandag een rekendoel. Ja. Dus van deze vaardigheid moeten de kinderen leren, of dit stapje van deze rekenvaardigheid. Ja. En dan op woensdag het volgende weekdoel. En die hoeven niks met elkaar te maken te hebben. Het kan eerst over een deelsom zijn en woensdag is het rekendoel iets anders. En dat herhaalt zich continu. Ja, dus elke maandag, elke woensdag een nieuw rekendoel. Dat zou dus kunnen betekenen, op maandag doen we digitale klok kijken. Ja. Op woensdag doen we optellen en aftrekken boven de 20, boven de 50. En dan doen we daarna keersommen. Kan. En die hoeven niet met elkaar, die hangen eigenlijk niet met elkaar samen. Nee. En naarmate natuurlijk het onderwijs meer persoonlijker wordt, heeft de leerling meer ruimte om geen samenhang tussen te organiseren. Dat klopt. Ja, in Nederland, dat is een Nederlandse term, dat heet verstrengeling van leerlijnen. Ja. En als je dan de literatuur overleest, ja, maar wat is dan een verstrengeling van leerlijnen? Het meeste argument wat genoemd is, ja, om te laten zien dat alles met elkaar te maken heeft. Dat klopt voor een deel in de wiskunde. Ja. Dat je als je omtrek gaat uitrekenen, dat het heel fijn is dat je plussommen goed beheerst. En doe je oppervlakte, dan is het heel fijn dat je daarvoor geautomatiseerd hebt de tafels. Ja. Zodat je dat nieuwe concept van het nieuwe idee van oppervlakte kan doen. Maar Nederlandse methodes die hebben heel veel rekendoelen en gehusseld. Ja. En in Engeland zie je bijvoorbeeld, deels ook bij foutloos rekenen zie je dat, of nog meer bij foutloos rekenen omdat het een hele compact programma is, dat je veel langer de tijd neemt voor een onderwerp. Ja, kan je voorbeeld geven? 4 weken, 5 weken. Nou, voor oppervlakte bijvoorbeeld nemen ze gewoon 3 weken de tijd voor. Om een concept te doen. Breuken nemen ze gewoon 4 weken de tijd voor. Niet 1 les en de volgende les nog een beetje of de week daarna. Gewoon veel meer blokken. Dus dan zeggen ze van, we hebben een trimester. Ja, zo noemen ze het niet, maar dan hebben ze gewoon, en dan hebben ze 4 onderwerpen. Ja. Als je op een Nederlandse basisschool vraagt, nou wat heb je vanaf nu, het begin van het schooljaar, tot de herfstvakantie. Ja, dat kan van alles zijn. Dat kunnen verschillende onderwerpen zijn. Ja, het is heel erg versnipperd. Versnipperd, ja. En het hangt wel allemaal weer met elkaar samen. Ja, natuurlijk hangt het alles met elkaar samen. Ja, maar alles hangt met elkaar samen is ook een beetje zo'n soort het eind van een kroeggesprek. Ja, de wereld hangt allemaal met elkaar. Ja, oké, okay, zo dat. Ja, waar, maar daar hebben we niet zo heel veel aan. Nee, daar krijg je geen punten voor. Dus nee, dat is al. Dus je zegt eigenlijk, wat er dus lastig aan is, dat er heel veel doelen zijn, dat ze versnipperd zijn. Ja, in Nederland zijn er, in Nederland, ik heb ze geteld. In Nederland zijn er rekendoelen opgesteld, rekenvaardigheden. Dat wordt door het Instituut voor Leerplanontwikkeling in Nederland gedaan. Het SLO, Stichting Leerplanontwikkeling. Ja. Opgericht in 1975. Ja. Dus die bestaan ook al een tijd. Doen veel op het gebied van reken- en wiskundeonderwijs. En die hebben verschillende leerdoelen, rekendoelen opgesteld. 5 categorieën. En als je ze optelt, ik vraag dat heel vaak op scholen. Dus degene die nu luisteren dan, en ik ooit op de school kom, dan weten ze het antwoord. In Nederland zijn er 1464 rekendoelen voor de basisschool. Ja, toch op. Ja. 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 Zeg het nog even 1 keer. 1464. Ja, dat is en toch, in oktober wordt het er meer. In oktober wordt het er meer? Ja. Ja. Ja, er zijn verschillende, heel kort toegelicht. Mind-boddling, hoe zeg je dat? Soort echt zo van, jeetje, dat is echt wel heel veel. Ja, dat is heel veel. En dat zie je ook nergens. Dat zie ik had echt gedacht 80. Nou ja, als ik aan de mensen vraag, zeggen ze soms 20, 80. Ja. Ik doe een beetje een veilingmeester op een school. Doe ik dan nog bij een lezing. Dan vraag ik, nou, vertel. En dan zegt hij, nou, ik denk wel 40. En dan zeg ik, wie biedt er meer? Ja. Dan zegt dan, nou, ik denk wel 200. En dan zeg ik, wie biedt er meer? Maar niemand komt op 1464. Nee. Wat is het dan, dus, en wat is het effect van zoveel doelen? Ja, je kan het zelf al. Ja, bomen en bos. Want het is materiaal dat naar de scholen wordt gestuurd. Er wordt heel vaak gezegd, we moeten ons aan de kerndoelen houden. Dat zijn 11 globaal ruim beschreven zinnen. Daar moet je aandacht aan besteden. Die zijn destijds ruim beschreven om ruimte te geven aan scholen. Scholen kijken er ook bijna niet naar. Maar dat zijn er 11. De allerbelangrijkste zijn de streefdoelen. Die zijn in 2010 ook in de wet gekomen. Naast de kerndoelen staat dat in de wet. Ja. En daar staat in van, ja, maar dat zijn vaardigheden. Dat zijn 173 die leerlingen aan het eind van de basisschool moeten beheersen. Ja. En er is een norm aangehouden van dat minimaal 65% van de leerlingen dat ze moeten beheersen. Ja, het minimale niveau. En kan je daar voorbeeld van geven van iets wat je moet kunnen? Optellen tot 1 miljoen, oppervlakte, meten, ruimtelijke objecten. Gewoon de basisschoollijst of moet beheersen. Maar het klinkt alsof ook dus in het maken van die doelen eigenlijk ook iets misgaat in Nederland. Dat we eigenlijk, we hebben eerst dus die 1000 doelen, daarna hebben we die streefniveaus, dan gaan we 65%, dan krijg je, nou ja, dan kunnen we nog wel even doorgaan.
Nou, dat klopt. Hoe gaat dat dan bijvoorbeeld even in vergelijking? Hoe is dat dan in Engeland? Toch even in Engeland heb je een nationaal curriculum. Ja, dat maakt het in totaal voor elke klas op de lagere school hebben ze de rekendoelen, de wiskundedoelen opgesteld. En voor de hele lagere school in Engeland zijn dat er 224. Dus voor klas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebben ze dat vastgesteld, dus een stuk minder. En veel globaler omschreven. Waardoor ze het ook veel makkelijker kunnen plannen en niet zo'n hele gedetailleerde planning zoals we in Nederland altijd hebben. Ja. Ja. Maar er zijn dus heel veel rekendoelen, de kerndoelen, de streefdoelen. Ik kan straks nog wel iets over die 65% zeggen, want het is een nationale ambitie dat minimaal 65% van leerlingen heeft. Dan zijn er ook doelen die heel laag zijn, dat worden fundamentele doelen genoemd. Ja. Dat zijn voor leerlingen die moeite hebben met rekenen en dan is dat het niveau wat gehaald moet worden. Hmm. En dan zijn er ook nog tussendoelen. En dat zijn er 794. Ja, dus als je je korte termijn geheugen kan hiervan al over raden raken. Om dit al even te onthouden als luisteraar. Best wel veel. Het is heel veel. Afkomt. Dus als jij voor de klas. Ja, wat betekent dat als je naar de praktijk gaat kijken? Ja, gemiddelde van leerkracht. Wat doet een leerkracht? Die gaat zich aan de methode houden. Die zit door de boom het bos niet meer. Ja. Die hoort iets van kerndoelen, tussendoelen, aanbodsdoelen, streefdoelen. Dus die denkt, ik hou me wel aan de methode. Ik hou vast. Want daar zie ik ook dat 1S-niveau en 1F-niveau, die streefdoelen en fundamentele doelen genoemd. Dat doe ik waar. Ja. Wat vind jij nou van het punt dat wij dus zeggen dat sommige leerlingen dus een lager niveau mogen halen dan anderen, als het gaat over rekenen even? Voor vrijwel alle leerlingen is dat helemaal niet nodig. Elke leerling kan foutloos leren rekenen. Ja. In Engeland zelfs hebben ze ook een nationale ambitie, is dat 98% van de leerlingen. 98%? Gaat. Ja, en 2% zegt ze van er is altijd een percentage van de leerling dat leerproblemen of ernstige leerproblemen heeft, die had het niet. Ja. Maar we willen dat elke leerling gewoon die niveaus. Elke leerling kan, ik heb natuurlijk eerder ook met Cheskin hierover gesproken en ook wel naar andere rekenexperts, Marcel Smeijer, ook vakgenoten, die ook laten zien en die ook wel stellen, precies wat jij zegt, dat bijna elke leerling die hoogstaande doelen moet kunnen bereiken. Ja, ze zijn ook niet zo. In die zin zijn ze ook niet van het is geen hogere wiskunde wat op de basisschool wordt gedaan. Nee. De kinderen moeten veel oefenen, hard werken, stap voor stap uitleggen. Dus het is niet van dat het komt aanwaaien. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het kan. Is niet, dat kan. Ja. Als je naar de Engelse doelen kijkt, bijvoorbeeld, daar wordt algebra bijvoorbeeld in groep 7 gedaan. Nou, als ik een lezing geef hier aan schooldirecteuren van basisscholen, dan is de helft van ze, wat is dat ook alweer? Ja. Dat kan gewoon. Ja, dat kan. Ja, dat doen ze. Het valt mij ook op dat de scholen die ik bezoek, heel verstandig ook als ze dat doen. Ja, precies. Ja. Nou, ik zou nog wel willen weten wat algebra nou dan precies zou kunnen zijn. Misschien maar daarvoor ook wat mij opvalt. Scholen die dus sterk inzetten op dat kennisrijke curriculum, op rekenen. Dan zie je ook dat die kinderen ontzettend veel kunnen. Ja. Het ook leuk vinden om te rekenen. Dat er veel meer kan dan je eigenlijk denkt. Ja. Dat het niet zo moeilijk is als je eenmaal op weg komt. Wat zou je dan kunnen doen? Wat is nou precies algebra? Wat zou je dan kunnen doen in groep 7 of in groep 8? Nou ja, 2a min 10 is 14. Wat is a? Daar zijn formules voor, vaste manieren om te werken. Ja. Als ik dat heb ik laatst in Nijmegen op een lezing gedaan. Dat soort Engelse rekensommetjes voorgelegd. En dan gaan ze schatten. Dan gaan ze, stel dat a 4 is, stel dat a 2 is, komt het dan uit. Maar bij de Engelse opgave staat, gebruik de vaste formule. Ja. De vaste stappen die je daarvoor moet hebben. Ja. En dan zeg je, maar dat weten we niet. Dat geeft ook helemaal niet. Nee. Maar Nederlands rekenonderwijs gaat niet uit van vaste stappen, vaste rekenprocedures. Nee, toen ik op de PABO zat, heb ik geleerd, het belangrijkste bij rekenen en wiskunde, wat ik kreeg, was achterhaal de verschillende oplossingsstrategieën in de klas. Dus een som op het bord schrijven, de klas moest het maken. Ja. En de ene helft was klaar, de andere nog niet. En dan moest je dat met de klas gaan bespreken. Ja. Wat voor manier heb jij gevonden? En de rest van de klas moest het snappen. Ja. Het probleem was, ik moest het ook snappen. Ja. Ik had Koen bij mij in de klas. Daar had ik soms grote moeite mee om zijn manier te snappen. Ja. Hij kwam altijd op een antwoord. Soms kunnen er wel 10 verschillende manieren in een klas zijn. En die zou je dan moeten bespreken. En met elkaar moeten mathematiseren. Naar niveauverhoging komen. Om te kijken wat een goede manier is. Ik herken dat wel ook in de tijd van corona. Ik zag het ook bij mijn kinderen. In het meekijken van de rekenopgave. Dat het optellen en aftrekken van grotere sommen. Dat daar in de aanloop al 4, 5 methodes eigenlijk dus eerst dit, dan een getallenlijn, dan weer dat, dan weer dit. Ja. En ik denk, jongens, er is gewoon nog één manier. Waarom doen we niet meteen de juiste manier? Want daar hou je heel veel houvast uit. Ik heb hier eerder ook al druk om gemaakt. Maar... Nee, kijk, hoe ik in de jaren 9, begin jaren 90 op de PABO ben opgeleid, is achterhaal de
verschillende oplossingsstrategieën. Ja. Daar is dat is wel iets veranderd. Ja. Want nou, dat konden er wel 10 zijn. Maar nu zitten er voor sommige bewerkingen wel 5 of verschillende rekenstrategieën, oplossingsstrategieën in een methode. Ja. En die krijgen vaak een volgorde. Maar er wordt wel in veel methodes gezegd, deze manieren om sommen op te lossen zijn voor de 1F-kinderen die moeite hebben. En deze zijn voor de 1S-leerlingen. Is dat letterlijk? Dus je gaat een deelsom doen als meester of juf. En die heb je dan uitgelegd. En dan is het van, nou, gaan we maken. Dan moeten 1F-kinderen de hapmethode doen. Van telkens hapjes nemen vanuit een deelsom. En in 1S-leerlingen, die krijgen de staardeling. Ja. Die altijd werkt. Die heel veel vertrouwen geeft. Ja. Die heel veilig is. Ja, maar de kinderen die heel met blij begrip van. En inzicht kan leren. Ja. Maar die anderen krijgen die niet meer. Ja, dat is natuurlijk gewoon treurig eigenlijk. Als het gaat over gelijke kansen, is dat natuurlijk echt heel gek. Ja, ja. Dus als je aan de methode houdt als leerkracht. Ja. En je doet die onderverdeling 1F1S. 1F doelen, dus de doelen die kinderen die moeite hebben met leren vaak, dus ook met rekenen, is mijn advies, doe gewoon remedial teaching op de school. Dus op heel veel scholen is dat er niet meer. Nee. Geef ze extra begeleiding, goede taakanalyse wat ze moeten doen, stap voor stap, nog meer stap voor stap erin doen. Want die 2-3% haalt dat niet in de klas. Nee. Maar dan kan de rest van de klas, alle andere kinderen kunnen dat halen. Ook weer hier toch het idee van, al die kinderen zijn uniek. Die hebben allemaal hun eigen idee hoe ze moeten rekenen. Laten we ze daarin helpen en dat te ontwikkelen. Het zit er eigenlijk al in. En jij als leerkracht bent aan het rondrennen door die klas. Ja. En terwijl, eigenlijk zeg je, er is een eenduidige manier om te leren rekenen. Ja. En eigenlijk zijn we daar, willen we daar niet aan in Nederland. Nee, Nederland niet. Nee, Nederland meer, gaat om verschillende. Verschillende, ja. Foutloos rekenen, maar in Engeland ook. Zeg maar het woord algoritme of een altijd werkende rekenprocedure. Zoals het de docenten van foutloos rekenen het noemen. En wiskundigen noemen dat een algoritme die altijd werkt en het meest efficiënt is. Ja. Die is meest veilig. Ja. Om aan te leren. Ook omdat je die nodig hebt om volgende rekenvaardigheden en concepten aan te leren. Is die manier nodig om dat te leren? Op de basisschool voor volgende onderwerpen bij rekenen. Maar ook in het voortgezet onderwijs heb je bepaalde vaardigheden nodig. Ja, daar haal je gewoon houvast ook uit. Hè? Ja, vertrouwen, en veiligheid. Veiligheid. Dat wil niet zeggen dat je niet op andere manieren kan rekenen. Als jij en ik boodschappen doen, dan doen we een schatting. En jij rekent het misschien op een andere manier uitschattend dan dat ik het doe. Daar is niks mis mee, maar we kunnen wel terugvallen op een manier die altijd werkt. Ja. En uitrekenen, of als ik formules in Excel zet, dan denk ik, dat kan niet kloppen. Oh, ik heb een tikfout gedaan. Sorry, Peter. Ja, beste luisteraar, ik kreeg even een kriebelhoest aanval, maar we gaan gewoon door. Super interessant. Je kan dus als je het eenmaal weet, kan je variëren in je methode, maar in het begin moet je gewoon eigenlijk een eenduidige, gestructureerde methode. Dat is een aanpak die ik in Engeland heel duidelijk zie. Ja. En ook bij de wiskundigen die foutloos rekenen geven. Gewoon een manier die altijd werkt. Jij schreef ook in een artikel dat het Nederlands rekenonderwijs ook wel getypeerd wordt door een monocultuur. Ja. Kan je dat eens wat verder uitpakken, wat je daarmee bedoelt? Nou, kijk, die geschiedenis heb ik kort toegelicht. Ja, van de jaren 70, jaren 80, een nationaal programma. Om daar aan toe te voegen, in 2004 is er naar basisscholen gekeken van wat voor type rekenmethode gebruiken jullie. En alle basisscholen kwamen uit dat onderzoek gebruiken een Nederlandse, realistische. Ja. Dus allemaal daarop gebaseerd. Mm. De PABO's doen het ook op die manier. Wat de PABO's hebben gedaan, die hebben in 2009... met de rekenwiskunde docenten van de PABO's, de leraaropleiders, met elkaar een document opgesteld van wat verstaan we nu onder goed rekenwiskundeonderwijs voor de PABO. Mm. Dat document heet de kennisbasis. En de didactiek die ze zeggen, die daar wordt beschreven, is realistisch rekenen. Er worden 5 begrippen uitgelegd in 2009 met heel veel bronvermeldingen. Er zit ook nog een paragraaf bij dat er kritiek mogelijk is, want het was in de jaren daarvoor behoorlijk veel kritiek in Nederland op het Nederlands rekenonderwijs. En dat hebben ze met elkaar afgesproken. Dat is de didactiek die we doen en geen andere. Dat is een versie van 2009. Er is nu eentje uit 2022. Daar hebben ze dingen weggelaten. Dan noemen ze het geen realistisch rekenen meer. Dit zijn de 5 principes van de gangbare. Dat klopt ook. In Nederland is het ook gangbaar. Ja, inmiddels wel natuurlijk. Ja, inmiddels wel. Dus dat klopt ook wat er staat. Maar er zijn ook andere manieren mogelijk. En de paragraaf dat er kritiek mogelijk is, die staat er niet meer in. Dus in die zin zie je dat het op de PABO's heel sterk vanuit die visie leerkrachten worden opgeleid. Studenten worden opgeleid voor de basisschool alleen vanuit die visie. Je ziet het terug in de rekenmethodes die basisscholen gebruiken, dat die dat op die manier doen. Het woord monocultuur heb ik niet zelf bedacht. Dat staat in een rapport in 2009. Dat ging over rekenonderwijs in Nederland. Ja. Een commissie was er van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Die een onderzoek deden naar
rekenonderwijs in Nederland. Daar is ook nog heel veel over te zeggen. Maar in het voorwoord staat duidelijk van in Nederland is sprake van een monocultuur. Het voorwoord is geschreven door Robert Dijkgraaf, de huidige minister van Onderwijs. Ja. En die zegt van dat is een verarming en dat is verontrustend dat we één manier hebben. En dat er niet meerdere mogelijkheden zijn in het rekenonderwijs. Maar je zou toch denken dat die Robert Dijkgraaf is natuurlijk een bekend natuurkundige. Zeker. Heeft volgens mij in de ruimte kamer van Oppenheimer ook gewerkt en gewoond. Ja. Dat die beta kant toch dan wel... En als het dan al zo lang leidt tot toch problematische resultaten... en ook een problematische manier van rekenen... dat er gewoon sterker wordt gezegd wat nou wel werkt en wat nou niet werkt. Of... Nou, er is wel een periode van kritiek geweest. Vanaf 2005, 2009, tot dat rapport er was. Een aantal hoogleraren wiskunde, Jan van der Kaats, Joost Hulshof, Henk Tijms. Er werd ook de Stichting Goed Rekenonderwijs opgericht. Psycholoog Mariska Milikowski heeft daar een boek over geschreven met Tom Braams, De Gelukkige Rekenklas. Gert Gelderblom, die werkte toen bij het CPS, die heeft daar een onderwijsadviesbureau ook een boekje over geschreven van wat er anders kan. Ja, niet niks van Putten. Ja. Beter Onderwijs Leiden. Nederland heeft natuurlijk ook zich echt wel uitgesproken. Ja, Beter Onderwijs Nederland begon dat ook heel sterk te doen. Ben Wilbrink heeft daar heel veel over geschreven. Ja. Heel veel, prachtig archief heeft hij daarover, ook online te vinden. Lisbeth van der Plas, die is de Sommerfabriek begonnen. Prachtig materiaal. Ja, dat is waar, dus het was een hele grote groep die meerdere mensen vanuit verschillende standpunten zeiden, ja, maar dit kan niet. Maar dat leidde tot dat rapport uit 2009. Van nou, de staatssecretaris zei, er moet een commissie komen die nu een keer gaat zeggen, wat is nou goed? Rekenonderwijs, traditioneel rekenonderwijs of realistisch rekenonderwijs? Dat is wel een heel belangrijk rapport in de Nederlandse setting, want wat ging die commissie doen? Die ging alle onderzoeken die er waren, in Nederland en internationaal, was een grote stapel met onderzoeksverslagen. Die gingen eens kijken, wat zegt dit onderzoeksverslag nu? Van wat is beter, traditioneel rekenen of realistisch rekenen? Maar dan zagen ze, ja, dit gaat maar over 8 leerlingen. Dat is niet een onderzoek waar we naar kunnen kijken. Of het is een onderzoek dat heeft maar 8 weken geduurd. En die hele stapel, die werd steeds kleiner. Ja. En hun conclusie was, en dat noemen zij in hun rapport, de wat teleurstellende hoofdconclusie, we kunnen er niks over zeggen. Hmm. Dus zij zeggen, ja, we wilden graag weten op basis van al het onderzoek wat er was. Maar in Nederland wordt er niet heel erg empirisch onderzoek gedaan, vergelijkend onderzoek binnen rekenonderwijs. Dus we kunnen er geen uitspraak over doen. Nee. We kunnen het niet zeggen. Alle artikelen die daarna zijn gekomen, die verwijzen naar dat rapport, die zeggen allemaal iets anders. Ja. Die zeggen, er is onderzocht wat beter is, maar er is uitgekomen dat het niet uitmaakt. Ja, ja, ja. Dus wat zij zeggen is, het maakt niet uit of je traditioneel of realistisch. Nee, er is een onderzoek geweest dat niet heeft kunnen aantonen wat het is. Dan kan je niet zeggen A of B. Als we dat in medicijnonderzoek zouden doen. Het zou vreemd pil zijn. A en pil B. Ik heb geen onderzoek gedaan, maar het uit mijn onderzoek komt dat het niet uitmaakt welke pil je neemt. Nee. Dat is helemaal niet waar. En los daarvan weten we naast het rekenen, zou ik denken, ook, hebben we ook al wat kennis en al langer kennis over didactiek. Ja, want dat is al helemaal losgekoppeld van elkaar. En we hebben natuurlijk andere landen die hebben laten zien hoe ze de neerwaartse spiraal kunnen doorbreken. Kijk, in Nederland zie je wel een verandering door expliciete directe instructie. Wat is effectief rekenonderwijs? Ik noemde hem net al, Marcel Smeijer. Fantastisch werk. Fantastische collega, mag ik me denken wat noemen. Ja, direct, zeker. Gewoon, prachtvakgenoot. Dus die doet daar echt iets mee. Gewoon ook in de klas, met leerkrachten, voorbeeldlessen geven. Heel duidelijk, heel aansprekend ook. Dus die heeft daar zeker wat in gedaan. Maar dat is dus een hele andere opvatting. Direct instructie geven, stap voor stap, met de hele klas, interactief. Stap voor stap, rekenvaardigheden bijbrengen met inzichten en begrip. Maar dat is niet de gangbare manier in Nederland. Nee, helemaal wat je daarvoor zei, dat is dat in die PABO... Dat PABO-netwerk zou je kunnen zeggen. Op een gegeven moment een bepaalde manier van lesgeven is geaccepteerd als de enige manier rondom rekenen. Ja, ja. En dat verklaart ook wel, dat had ik eigenlijk nooit zo door. Want op een gegeven moment, 4 jaar geleden heb ik volgens mij voor het eerst met Marcel een podcast opgenomen. Toen zei Marcel ook, van die boeken die ik gebruik staan ook niet op veel leeslijsten. Nee. Studenten gebruiken dat niet, dat is eigenlijk heel gek. Nou, op sommige PABO staat het niet op de literatuurlijst. Nee. Inmiddels is dat aan het veranderen, gelukkig. Ja. Langzamerhand, maar dat was in de tijd al raar. Ja, wat je bij schoolbesturen ziet, is dat zij eigen stichtingacademies beginnen. Ja. Voor iedereen die hier nieuw begint, die krijgt wel eerst een training, expliciete directe instructie. Want op de PAO hebben ze het niet of waarschijnlijk niet gehad. Ja.
En wij vinden dat als bestuur wel een belangrijke vaardigheid als leerkracht dat je dat in huis hebt. Dus ja, die gaan het zelf doen. Of leerkrachten gaan zelf naar die cursussen toe. Ja. Goh, zeg maar, dan hebben we nu in zekere zin uitgepakt wat nou eigenlijk aan de hand is, hè, met ons rekenonderwijs. Ja. Dat is eigenlijk een historische verklaring. Ja. Wat al best wel langer teruggaat, waar we op een bepaalde manier naar onderwijs zijn gaan, ja, kijken, naar rekenen. Ja. Wat uiteindelijk ook onderdeel is geworden van de opleidingssystemen. Ja. Waardoor het patroon doorbreken eigenlijk heel ingewikkeld is. Ja. Maar er zijn wel aanwijzingen en ook urgente rapporten worden er wel geschreven, onder andere door minister Dijkgraaf, van hey, het moet ook anders, ja. KNAW onder andere. Ja. Hebben we dan ermee alles te pakken wat we, als we naar het Nederlands rekenonderwijs willen kijken, of zijn er nog andere verklaringen? Nou, er zijn wel andere verklaringen. Kijk, het Nederlands rekenonderwijs is onnodig ingewikkeld gemaakt. Door de grote hoeveelheid rekendoelen, ja, die zijn geformuleerd, ja, met een overgedetailleerde planning in rekenmethodes die leerkrachten nooit kunnen halen. Die planning kan je nooit halen. Wat, als je voor de klas staat, heel oncomfortabel gevoel geeft van ja, maar die planning ga ik waarschijnlijk niet halen. Want hoe kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, op maandag staat er van deze maandag, eerste schooldag van het jaar, moet ik deze les geven. Zo bedoel, dinsdag, ja, ja, moet ik die les geven. Ja. Maar je hebt altijd onderbrekingen. Ja. Dus dat is een hele strakke planning. Ja. Maar er vallen heel veel rekenlessen vallen eruit in het jaar. Dat geeft niet, want we hebben Sinterklaas, Hemelvaartsdag. We moeten op een studiedag. Maar dan moet jij wel gaan schuiven en loop, ja, je altijd achter. Oké, dus het is helemaal vastgezet, waardoor, ja, je altijd achterloopt. Ja. En je hebt ontiegelijk veel doelen. Ja. En dan heb je ook nog eens iets dat je daardoor terug gaat vallen op die methode. Ja. Omdat je denkt, ja, anders ga ik het sowieso, ja, niet redden. Ja. Hm. Ja. Ja, een ander punt is de nationale ambitie. Dat minimaal 65% van de basisschoolleerlingen, ja, die rekenvaardigheden, die streefvaardigheden, ja, eigen maakt. Die nationale ambitie hebben we nog nooit gehaald in dit land. Nee. Het gemiddelde is 43%. Per 43%. Jaar, elk jaar. Afgelopen jaar was 42%. Daarvoor nog wat lager, dan een keer 45%. Maar, dus die vaardigheden die kinderen moeten leren op de basisschool, is de ambitie, 65% van de leerlingen moet het halen. Ja, en dat gebeurt jaar in, jaar uit niet. Dat kan je lezen in de rapporten, de staat van het onderwijs, de, ja, dikke rapporten van de inspectie. Ja. Die komen altijd met die percentages. Het soort mooie, doorwrochte rapporten. En dan waarschuwen ze ook van, er moet iets gebeuren. Vorig jaar zeiden ze, we moeten niet repareren, maar renoveren. Dit jaar, afgelopen jaar, zeiden ze, scholen moeten veel ambitieuzer en concreter worden. Weten wat dat 1S, wat die rekenvaardigheden, ja, zijn. Ja, ja. Daar veel meer naar gaan kijken. Maar op heel veel scholen waar ik kom, als ik daar vraag stel, hoeveel procent van jullie leerlingen heeft dat gehaald? Dan weten ze niet precies waar het over gaat. Veel scholen niet. Sommigen wel. Sommigen kunnen het direct noemen. Anderen zeggen van, ja, maar wat bedoel je? Bedoel je de schoolweging? Dus de complexiteit van de, ja, schoolpopulatie. Ja, 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 noemen ze dan? Ja, volgens, ja, ons is dat gemiddeld. Dan heb je het over de schoolweging. Dan gaat het iets anders. Dus er mist ook kennis. Je weet ook eigenlijk. Ja, ja, er mist, ja, kennis. En het lukt dus jaar in jaar uit niet om het te halen. Nee, ik had een keer op LinkedIn een berichtje geplaatst over die streefvaardigheden. Ook om te laten zien van, ik had een meetlintje erbij gemaakt. Kijk, zo zit dat bij de CITO-scores. En dan weet je dat kinderen op weg zijn om dat te halen. En ik had een uitwerking gemaakt uit documenten van het SLO van, dit zijn dan die streefvaardigheden. Als je dat bestandje wil hebben, dan moet je maar een berichtje sturen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ik heb honderden e-mails verstuurd. Ja, mensen willen gewoon het weten. Van, mag ik die ook hebben? Mag ik die ook hebben? Ja. Dus dat is het punt, dat op scholen van, maar wat zijn dan die rekenvaardigheden die iedereen, elke leerkracht in de school, ook vanaf groep 1, de juf van groep 1 of de meester van groep 1, moet weten, daar werken we naartoe aan het eind. Als je dat met elkaar weet, dan weet je waar je mee bezig bent, van wat jouw bijdrage is om die doelen te bereiken. Ja. Dat is een punt. Ken die rekenvaardigheden, die streefvaardigheden. En dat percentage van 65%, daar kijken heel veel scholen niet naar. Die kijken naar een veel lager percentage. En dat heeft met de onderwijsinspectie te maken. Als je naar de onderwijsinspectie kijkt, in Nederland hebben we meer 6.500 scholen. Ja. Maar de onderwijsinspecteurs kunnen niet al die scholen bezoeken. Dat zou wel kunnen, maar dan hebben we veel meer onderwijsinspecteurs, ja, ja, nodig. Maar die keuze is gemaakt, dat doen we niet. Maar de inspectie heeft de keuze daarom moeten maken. Wij houden risicogericht toezicht. Wij gaan ervan uit dat scholen hele mooie dingen doen. Wij kijken vooral naar scholen die door het ijs zakken, waar het echt niet goed gaat. Mm-hmm. En die kijken dus, en dan is het percentage voor die scholen niet. We kijken dus niet naar die 65%. Nee, we kijken een stuk lager, naar 48%. Voor sommige scholen nog lager. 35%. En dat noemen we de signaleringswaarde. Ja. Dus wij komen pas echt bij de scholen langs. Als het echt hommelus is. Als ze door het ijs zakken, als de alarmbellen gaan rinkelen. Van ja, maar die zit ver. Die 65 haal je niet. Daar kijken we niet eens naar. Je zit ver onder de signaleringswaarde. Maar zou je dan kunnen zeggen dat het misschien nog wel erger is dan we denken?
Ja, ja, dat is zeker. Want omdat veel scholen, wat er gebeurt, is dat binnen scholen die signaleringswaarde in de leerlingadministratie wordt gezet. Dat is de norm. Nou, we moeten als school, moet onze school met deze leerlingpopulatie 42% moet die vaardigheden van de leerling moet dat beheersen. Nou, dus dan zetten wij het op 44%, zitten we er iets boven. Maar dus geen 65%. Ja. Er zijn weinig scholen die zeggen, nee, onze ambities, dat is de nationale ambitie. Dus iedereen kijkt omdat de inspectie, dat is ook nooit de bedoeling geweest van de inspectie. Nee, kon het ook niet weten. Wij kijken naar dit risico, maar de sector, de scholen nemen dat over. Ja. En de inspectie had juist heel mooi bedacht eigenlijk, of het beleid was heel mooi bedacht. Van, nou, de inspectie kijkt naar de scholen die risico lopen, dus naar de onderkant. Die moeten echt wat doen, die scholen. En scholen die een voldoende hebben gekregen, dus boven die risico zitten, als ze denken dat ze goed zijn, mogen ze zich aanmelden, gaan we kijken of ze de kwalificatie goed krijgen. En scholen die dan de kwalificatie goed hebben gekregen, daar gaan we die mogen zich aanmelden als ze willen, of ze excellent zijn. Nou, wat is er dit jaar gebeurd? De Tweede Kamer zegt, nee, daar moet de inspectie mee stoppen. Ja. We stoppen met excellente scholen, die in de benaming komt niet meer. En ook goede scholen die benaming niet meer. Dus dat is alleen voldoende, onvoldoende. Ja, stel je of voor zeer zwak als je er doorheen bent gezakt. Zo. Ja. Zou dit ook kunnen verklaren dat, wat mij opvalt in het onderwijs, dat we eigenlijk steeds kritischer zijn naar toetsen. Dus het idee van een toets is natuurlijk al langer door bepaalde onderwijsvernieuwers wordt dat al in een kwaad daglicht gezet. Maar dat is echt steeds sterker aan het worden. Het idee van cum laude is nu bijvoorbeeld afgeschaft op de universiteit. Ja. We zijn heel erg bezig met formatief handelen, wat ook prachtig is. Hè? Dat is ook, kan een heel mooi onderdeel zijn van je proces. Maar bij rekenen is het natuurlijk op zich een blaadje met de tafels. En dat je dat een beetje op tempo kan doen, is daar is niks mis mee. Nee. Ik heb wel eens in een eerdere podcast gezegd, ik voorspel een soort einde van de toets. Dat we diploma-loos en af willen van elke vorm van een cijfer. Misschien ook wel, omdat we eigenlijk wel voelen van ja, op het moment dat we dat cijfer geven, is het nog wel erger dan we denken. Zou je daarin meegaan? Is dat een soort reactie op de neergaande resultaten? Is dat we ook kritischer worden op toetsen? Nou ja, de norm gaat naar beneden. We gaan naar de onderste norm kijken. Niet naar de ambitie. Er wordt niet gekeken van welke ambitie mag je hebben. Ik ben zelf een groot voorstander van formatief toetsen. Maar dat in de zin dat het een werkwoord van een leerkracht is. Ja. Een foutloos rekendocent die toetst continu. Ja. Dat wil zeggen, hij kijkt continu of kinderen het goed doen of niet goed doen. Of ze het begrijpen of niet begrijpen. Ja. Je het zeker weet, zodat je verder kan. Continu. Ja. En leerkrachten op basisscholen die zelf foutloos rekenen geven, doen dat ook. Die geven een instructieles. En alle lessen daarna lopen ze rond, geven ze opnieuw instructie. Zijn ze dus aan het kijken of kinderen het goed doen. Ja. Of ze begrijpen wat ze doen. Doen ze controle van begrip. Dus continu aan het kijken. Dus toetsen is een heel belangrijke leerkrachtvaardigheid. Maar dat is een werkwoord. En dat is niet een blaadje, ook een blaadje voorleggen, dat is de toets maken. Maar toetsen, controleren, checken of kinderen begrijpen wat ze doen, of ze het goed doen. Ja, of nul fout hebben, bijvoorbeeld 20 sommen nul fout kunnen maken. Ja. Dat vinden we tegenwoordig, er zijn heel veel mensen die daar moeite mee hebben. Ja. Terwijl je kan zeggen, ja, als het gaat over, je wil zeker weten dat een leerling de deelsommen beheerst, dan moet je gewoon zeker weten dat je die 20 goed kan. Dat kunnen ook heel veel leerlingen. Nou, sterker nog, een foutloos rekenen leerling in de particuliere cursus, dat zijn kleine groepjes, 7-8 leerlingen. Ja. Daar is een diploma voor, maar dan moeten ze plusmin keer een deelsommen, een toets maken, een receptentoets, dat zijn rekenafspraken, metriekstelsel, moeten sommen maken, streefvaardigheden, heel uit de breuk halen, getalwaardes verschillend kunnen schrijven. Dat zijn toetsen. En elk blaadje moeten ze in één keer, een keer foutloos hebben gemaakt, nul fout. Ja. Dan krijgen ze het diploma niet. Ze mogen dat een tweede keer doen, een week later nog een keer de toets maken. Maar de diploma-eis is, je moet wel dat waarom, een keer heel in één keer foutloos rekenen. Waarom doen jullie dat? Of waarom wordt dat gedaan? Nou, foutloos rekendocent, omdat het essentieel is voor de vaardigheden die erna komen. Van als je, als je daar fout in maakt, iedereen maakt fouten. Het is ook niet erg bij het hoort gewoon bij. Als een leerling een fout maakt. Nee. Het voordeel is, het wordt opgeschreven in een schrift. Dus dan kan je achterhalen wat je fout hebt gedaan. Ja. Is het een schrijffoutje, een slordigheidsfoutje? Is het een 0 en 6 bijvoorbeeld? Kinderen kunnen nogal slordig schrijven. Zeker, zeker. Is het een procedurefout of is het een hoofdrekenfout? Je moet altijd uit je hoofd rekenen. Je hoofd moet er altijd bij zijn. Ja, dus die fout heb je nodig om te weten of je... Ja, ik maak ook rekenfouten. Ja. Jij denk ik ook wel eens. Heel soms. Ja. Heel soms, ja. Maar dan kan je achterhalen wat je fout hebt gedaan. Ja, nee, zeker. Hoe kan dit nou? Ja. Dus toetsen is hartstikke belangrijk. Ja. Interessant, goh, wat een boeiend gesprek. We hebben op die manier wel een soort hele mooie verkenning... gedaan, Peter. Wat is nou aan de hand met ons rekenonderwijs? Ik denk dat als je nu luistert, dat dit toch wel tot denken aanzet. Ik zal ook even de linkjes naar de verschillende artikelen die je ook noemde
ook plaatsen als je wat wil doorlezen. We hebben ook een aantal boeken hier op tafel liggen, die zal ik ook even plaatsen. Als je nou als onderwijsprofessional luistert, wat zijn nou de vragen die je zelf zou kunnen stellen of je team zou kunnen stellen? Ik zet je een beetje voor het blok, hoor. Als je hierover verder wil nadenken, wat zeg je nou? Dit zijn wel de dingen waar je op mag reflecteren wat mij betreft, als je het hebt over rekenen. Wat mij betreft niet te veel reflecteren. Oh, ja, kijk hoor. Nee, ja, reflecteren is op zich altijd goed. De onderwijsinspectie heeft vorig jaar, want de resultaten vielen weer tegen, dus hebben ze een document laten opstellen door het SLO. Van je moet iets scholigheids doen aan je rekenbeleid. Ja. Zorg dat het rekenonderwijs beter wordt. En dat document, in Engeland zouden ze dat die naam nooit geven. Ze zeggen, zo moet je rekenonderwijs doen en dit is de volgorde die je doet. In Nederland heet dat document de reflectiewijzer. Ja, daar gaan we al. En daar staan 53 reflectievragen in die je als school zelf kan stellen, wat kan je doen. Ja, dus geen reflectie. Nou, geen reflectie. Je moet weten wat de nationale ambitie is. Dat zijn de streefvaardigheden die vrijwel alle leerlingen kunnen leren. Ja. Die moet je weten. Dan moet je de ambitie hebben dat minimaal 65% van de leerlingen dat kan. Je hebt een rekencoördinator in de school nodig die iedereen graag gunt dat diegene de leiding neemt. Van ja, maar jij weet hoe het zit. Jij hebt de stukken erin gelezen. Ja. Jij helpt ons daarbij en niet een coördinator, want vaak is die functie op de school die moet ondersteunen en reflecteren en vragen stellen. Nee, kom op, dit rekenonderwijs is jaar in jaar uit slecht. Maak rekenafspraken, ook over de procedures, dus de ambitie moet je hebben als school. En ook weten welke rekenprocedures je aanbiedt in de hele school. Mooi. Dus geen reflectievragen, maar gewoon eigenlijk een beetje een checklist. Maak het scherp, maak het concreet ook. Durf ook het gesprek aan te gaan over, heb je de doelen scherp? Weet je wat je wil bereiken? En als het je niet weet, is niet erg, maar ga het opzoeken. Ja. Ga het uitwerken, ga daar het gesprek over voeren. Precies. En lees eens wat Engels. Voor goed rekenonderwijs had ik laatst, moet je ook Engels kunnen. Want Engelse literatuur is gewoon interessant. Is veel interessanter. Laten we eens kijken of, ik weet niet, ik verzin het ter plekke. Maar het zou misschien interessant zijn om een keer met iemand uit Engeland te kunnen praten. Misschien dat we dat samen een keer kunnen organiseren. Ja. Een keer online. Tegenwoordig is dat best makkelijk. Hoe ze dat hebben aangepakt. Ja, zeker. Dus als je nu luistert, er komt een deel 2. Peter, super interessant. Onwijs bedankt voor je tijd. Voor de oplettende luisteraar, ik heb een boterbabbelaar in mijn mond. Ik had een enorme kriebelhoest, maar ik hoop dat je er geen last van hebt gehad. Als je nu luistert, ga dan even naar chipcast.nl. Dan vind je de linkjes die we hebben besproken in de speaker notes. Je kan je ook abonneren op de podcast. Vind ik altijd leuk. Kan ook via chipcast.nl. Je kan ook altijd een vraag insturen. Vind ik ook de moeite waard. En als je recensie wil schrijven over dit gesprek, doe dat zeker. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Tot de